Toen ze op haar sterfbed lag en kanker had en 30 kilo woog. En ik kreeg verlof 5 dagen, want ik zat vast. En ze gaven me 5 dagen verlof omdat ze echt dood ging. Ze ging echt de pijp uit. En 5 dagen kreeg ik verlof, zat ik aan haar sterfbed. En ik heb 5 dagen gewoon met haar gezeten. En toen ik weg moest, moest ik terug naar de gevangenis. Dat is heel moeilijk, want je moet eigenlijk afscheid nemen van je moeder. Terwijl je weet, je gaat haar nooit meer zien. Dus hoe ga je dat doen, man? Wat ga je zeggen? Ga je dan doei? Wat moet je zeggen? Dus op dat moment toen ik weg moest, ging ze huilen, huilen, huilen. En het laatste wat ze tegen mij zei was, kijk, ze was Schot, dus zij praatte Engels ook. Ze zei tegen mij van, Sophie, weet alsjeblieft, please, make something of your life. Maak iets van je leven. Huilend zei ze dat tegen mij. En toen ging ik terug de gevangenis in. En dat is me gewoon bijgebleven. Ik dacht, ik moet het maken, begrijp je? Ik moet het maken. En 3 jaar later blies ik op.